ergens te kunnen ontplooien, zal de brigade altijd een haven nodig hebben om haar groot materieel te kunnen binnenkrijgen. En dat hebben we nu net hier getraind. Hoe kunnen wij een site in de haven met daar specifieke elementen? Hoe kunnen we daarin werken? Hoe kunnen we die beveiligen? Zodat de marine kan toekomen en eigenlijk ons materiaal aan land kan brengen. Het belangrijkste, en daarom zitten we in burgerterrein in België, is dat ze zich moeten aanpassen constant aan een terrein dat ze niet kennen, aan veranderde omstandigheden en onder grote tijdsdruk. Plus verschillende obstakels die je in het burgermilieu tegenkomt, kom je niet tegen militair terrein. Bruggen, grote rivieren, spoorwegen, etc. En dat is eigenlijk de grote opportuniteit die wij hebben door hier in burgerterrein te kunnen werken. Elementen uit de burgerwereld zijn ook zeer willing om samen te werken, omdat het voor hun ook een opportuniteit is om bepaalde zaken te trainen. Ik kan me ook inbeelden dat als er ooit zich iets voordoet hier in België, dat dergelijke samenwerking en interoperabiliteit superbelangrijk is.